De rust is teruggekeerd op het Doldersummerveld. Maar een paar maanden geleden ronkten de graafmachines nog bij de werkzaamheden voor het LIFE-project. Er is een stuk grasland afgegraven, er zijn sloten minder diep gemaakt en er is geplacht. Maar dat is nu allemaal achter de rug. Ja, hier hebben ze geplacht, ongeveer 3 hectare geplacht, om verbinding te krijgen tussen het grote Doldersumveld wat aan die kant ligt en een klein heideveldje wat hier ligt. En dat was vroeger ook een heideterreintje. Daarna is het ontgonnen en grasland geworden. En we hebben hier tussen de 20 en 40 centimeter afgegraven, geplacht als het ware. De bedoeling van het werk is om een aaneengesloten stuk hei te krijgen. Nou ja, dit kleine heideveldje hierachter lag echt eigenlijk geïsoleerd hier. En nou ja, hier zitten wel adders, ringslangen en plantensoorten. En we willen juist een verbinding maken met het grote heideveld. Dat de dieren en de planten zich wat makkelijker kunnen verplaatsen en over deze strook. Er is dus een stuk land geschikt gemaakt voor een nieuw heideterrein, maar ook op het Doldersummerveld zelf is ingegrepen. Hier is een aantal smalle stroken hei geplacht. Dat hebben we gedaan op plekken waar kansrijk is voor klokjesgentiaan en zonnedauw en zo. En weer terugbrengen naar een pionierssituatie. Door vergassing en verstikking eigenlijk hebben ze eigenlijk geen kans gekregen. En door deze manier geef je die planten weer een kans.